Ik moet waarschijnlijk accepteren dat dat ook niet per se meer een soort van heel erg beter gaat worden nu. Ik heb zelfs nu mijn zwangerschaps-BH's gekocht in een C. En toen voelde ik me daar opeens helemaal ellendig over en verdrietig en zo. En ja, dit is op het moment hoe mijn buik eruit ziet. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het natuurlijk al kunnen zien aan de titel. Dit is weer een zwangerschap Q&A. Ik realiseerde me dat ik gewoon 27 weken zwanger ben. Wat betekent dat ik in het laatste trimester ben aangekomen. Wanneer ik dit film is over precies 3 maanden mijn uitgerekende datum. Wow, echt te bizar. 3 maanden, hoe lang is dat nou? Ik vind dat altijd best wel snel voorbij gaan. Dus ik kan er gewoon niet helemaal bij dat we hier al zijn aangekomen. Maar goed, het leek mij een heel goed moment om in ieder geval weer een aantal van jullie vragen te beantwoorden. Een soort update te geven over hoe het gaat. In mijn vlogs krijgen jullie daar natuurlijk ook wel wat van mee. Maar dat zijn ook meer de momentopnames van 1 dag of een bepaald moment wat dan gewoon is. En ik dacht, dit is wel leuk om even wat meer een informatieve video over de zwangerschap te filmen. Jullie hebben superleuke en goede vragen gesteld. Die ga ik natuurlijk beantwoorden. Maar voordat ik dat doe, ga ik eventjes kort vertellen hoe het de afgelopen periode is geweest. Als in, zijn er nog bijzonderheden geweest? Wat zijn vooral de dingen die gebeurd zijn ten opzichte van de vorige Q&A die ik heb gefilmd? En die was met 20 weken. Dus dat is toch alweer 2 maanden geleden. Eigenlijk moet ik zeggen dat de laatste weken voor mijn gevoel best wel rustig waren. Qua regelen. En dat komt omdat wij heel veel dingen die ze aanraden om in het tweede trimester te doen. Die hadden we echt in die eerste weken van het tweede trimester gedaan. Toen waren we echt on a roll. En eigenlijk hadden we het daarna dus best wel rustig. Maar ik ging toch eventjes nadenken wat er was. En toen dacht ik, oké, het zijn toch best wel wat dingetjes. Maar het voelt gewoon helemaal niet als veel. Want je doet dat tussendoor. En ja, het was best wel goed verdeeld. Dus we zijn bijvoorbeeld naar een open dag geweest van het Diakonesse ziekenhuis. Om te kijken bij het geboortehuis en bij de kraamsuite. Zodat we een beeld hebben als we daar in het ziekenhuis bevallen hoe dat er ongeveer uitziet. En we zijn daar ook naar een informatieavond geweest. Waar ze ook uitleg hebben gegeven over bijvoorbeeld verschillende pijnstilling methodes. En ook gewoon hoe het in zijn werk gaat als je daar dus zou gaan bevallen. Dit gaan we nog doen de komende weken bij 2 andere ziekenhuizen. Of in ieder geval een rondleiding. Zodat we ook daar een beeld van hebben. Want je weet natuurlijk niet precies waar je terechtkomt als je wilt bevallen. Ligt er ook aan waar plek is. En wij vinden dat gewoon zelf heel prettig. Dat we dan weten hoe en wat. Gelijk ook weer even een keertje daarheen zijn gereden en zo. Dus ja, dat is hoe wij dat graag doen. Voor de rest ben ik getest op zwangerschapsdiabetes. Omdat mijn vader diabetes heeft, zat ik in een soort risicogroep. Je krijgt die niet standaard in Nederland, maar ik moest hem dus wel doen. Heel vies suikerachtig drankje. Tenminste heel vies. Ja, het was echt niet lekker, maar ik vond het ook niet verschrikkelijk. Ik werd er gelukkig niet misselijk van. En gelukkig was de uitslag goed. Dus er waren geen aanwijzingen voor zwangerschapsdiabetes gevonden, wat heel erg fijn is. Want stel ze vinden dat wel, dan moet je vaak wat dingen aanpassen in je dieet en zo. Omdat een risico kan zijn dat de baby te groot groeit. Waardoor bijvoorbeeld ook je bevalling moeizamer is en zo. Verder heb ik vorige week een kinkhoestvaccinatie gehaald. Om de baby te beschermen voordat ze geboren is tegen kinkhoest. Je hebt volgens mij altijd 2 kampen met vaccinaties. Maar wij hebben hem wel genomen en daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb inmiddels alweer best wel wat weken terug een 24 uur bloeddrukmeting gedaan. Omdat ik iedere keer bij de verloskundige bij de bloeddrukmeting een hoge bloeddruk heb. Mijn bovendruk schiet dan heel erg omhoog. En die 24 uur meting wees gewoon uit dat ik een gemiddelde bloeddruk heb. Dus ja, dat is heel fijn. Dat dacht ik al. Ik heb het witte jas effect als ik dan zo'n kamer binnenloop. Ook al ben ik niet nerveus, gaat mijn hartslag snel. Mijn lichaam doet iets waar ik geen controle over heb. En daardoor komt mijn bloeddrukmeting hoog uit op zo'n moment. Terwijl het dus gelukkig in de realiteit niet zo is. Dus dat is heel fijn, want een hoge bloeddruk, dat kan wel gewoon gevaarlijk zijn in je zwangerschap. Dus ik snap dat ik dat moest doen om het even uit te sluiten. Ik heb hem nu wel weer gereserveerd voor als ik 30, 31, 32 weken zwanger ben, zoiets. Dan heb ik het weer een keertje, omdat ze het gewoon willen blijven volgen. Dat is natuurlijk ook protocol van de verloskundige. En ik vind het ook belangrijk om wel zeker te weten dat het dus verder gewoon goed zit. Maar gelukkig waren dus, was dat dus oké, net zoals het van zwangerschapsdiabetes. We hebben verder geen nieuwe echo meer gehad. Dat voelt nu zo lang geleden, want we hadden de 20 week echo met 19 weken ongeveer iets verder. En ja, dat is nu dus echt alweer lang geleden. En het lijkt me wel gewoon heel leuk
om weer naar ons meisje te kunnen kijken. En gelukkig kan dat, want volgende week dan hebben wij een 3D echo, 3D, 4D echo. Wel spannend of het echt goed te zien is, want dat weet je nooit zeker. En zeker als je placenta voor ligt, dan kan soms je kindje lekker het gezichtje verbergen in de placenta. Ja, we gaan het wel meemaken. Ik heb er hoe dan ook zin in om even te kunnen spieken wat we dan ook gaan zien. Maar ik hoop natuurlijk wel op een beetje een goed shot, zodat we echt wat van haar gezichtje gaan zien. We'll see. Dat is dus gewoon echt een echo voor de leuk. Voor de rest, ja, niet om iets te checken of zo, of iets op te meten of wat dan ook. En verder vertelde ik de vorige update al dat ik met zwangerschapsyoga ging starten. En dat doe ik nog steeds en dat vind ik heel erg fijn. Ook een partnerles met Marco afgesproken, of besproken bedoel ik, waarin we ook nog wat technieken krijgen. En hij dus ook daar wat van meekrijgt, hoe hij mij bijvoorbeeld kan ondersteunen als ik weeën heb. Dus dat is wel heel erg fijn en ook alvast een beetje bevalvoorbereiding. En wat betreft de babyuitzet, ja, volgens mij hadden we echt heel veel geregeld rond de 20 weken. Dus toen ik de vorige update heb gefilmd, toen hadden we net heel veel dingen voor de babykamer en... ja, van alles wat we nodig hadden eigenlijk in huis gehaald. Dus zijn daar echt ontwikkelingen? Ik zit even te denken. Ik heb hier en daar nog iets besteld wat nog op de lijst stond. Waarvan ik dacht, dat moet ik hebben. Het kraampakket is binnengekomen, dus die hebben we maar vast. Ik heb het wiegje in huis. Die heb ik van mijn stiefzus geleend. We hebben de kinderwagen uitgezocht. En de maxicoosje moeten we bestellen. Maar we weten wel welke we gaan bestellen. Dus ja, dat is een beetje wat het is. En dat loopt verder echt prima op schema. Het gaat echt om de laatste kleine dingetjes die we daar nog voor nodig hebben eigenlijk. En dan was dat even in een soort sneltreinvaart de update van de afgelopen paar weken. En ja, hoe het ervoor staat voor ons nu aan het begin van het derde trimester. En nu pak ik de vragen erbij, want het is natuurlijk wel heel leuk om jullie vragen te beantwoorden. De eerste vraag is, ervaar je veel klachten nu je wat verder in je zwangerschap bent? Nou, gelukkig, daar mag ik in mijn handjes mee knijpen. Maar is het antwoord daarop nee? Ik ervaar eigenlijk weinig klachten, weinig tot geen. Ik merk wel nu sinds, denk ongeveer 25 weken zoiets, dat het iets zwaarder begint te worden. En dan bedoel ik niet fysiek, want ik heb eigenlijk vrijwel geen klachten, geen rug- of buikklachten of wat dan ook. Maar de vermoeidheid is een beetje terug die ik ook had aan het begin van mijn zwangerschap. Had ik toen eigenlijk niet zo erg voor wat je vaak hoort over het eerste trimester. Maar nu begint dat eigenlijk, nu vind ik het net zo erg eigenlijk als in het begin of misschien iets erger. En ik weet niet precies waar dat aan ligt, omdat het fysiek dus best wel goed gaat. Ja, je groeit toch wel, er groeit gewoon een nieuw leven in je. Dus ergens denk ik, het zou ook me niet verbazen als het toch komt doordat mijn lijf hard aan het werk is. Maar het kan ook best zijn dat het ermee te maken heeft dat ik mentaal ook gewoon veel bezig ben met... het moment dat de baby er is en dat dat onbewust gewoon wat meer energie kost. Waardoor ik ja, wat vermoeider ben en ook vind ik wat minder goed geconcentreerd en gefocust op andere dingen. Toevallig had ik het daar laatst ook over in een vlog. Dat ik zei van, oh ik vind dat ik erger me gewoon een beetje aan mezelf. Dat ik toch vind dat ik niet echt de pit heb in mijn werktempo die ik wil hebben eigenlijk. Maar ik heb ook zoiets van, ja, ik moet waarschijnlijk accepteren dat dat ook niet per se meer een soort van heel erg beter gaat worden nu de komende weken. Dus dan moet ik daar gewoon een weg in vinden dat ik wel wat meer tevreden met mezelf kan zijn aan het eind van de werkdag, zeg maar. Dus nu heb ik bijvoorbeeld wat minder dingen op mijn lijstje staan. Maar dan kan ik ze wel allemaal afstrepen. En dan doe ik daar langer over dan normaal gesproken. Omdat ik gewoon wat vaker tussendoor even afgeleid raak. Of even stop. Of... en dan is dat maar even oké, zeg maar. Dat is nu hoe ik probeer om ermee om te gaan. Verder slaap ik op zich nog redelijk. Ik kom in slaap tenminste. Dat duurt niet lang. Alleen, ik slaap wel een stuk onrustiger. Ik droom heel levendig. Echt de gekste dingen. Dat is voor mij wel echt gewoon waar. Wat ze zeggen, dat je door die hormonen en weet ik het wat heel erg gaat dromen. En ik slaap voor mijn gevoel ook ondieper. Ik word vaker wakker. Niet alleen om te plassen, maar ook gewoon van hele lichte geluidjes waar ik normaal echt nooit last van had. Ik probeer mijn zij in slaap te vallen, maar dan trapt ze echt heel erg, vooral mijn rechterzij. Dus dat is niet altijd fijn. Dus ja, ik zit soms een beetje te zoeken met mijn houding en zo. Zwangerschapskussen vind ik ook niet altijd heel fijn. Dat zorgt er wel voor dat ik natuurlijk ook iets meer moe ben gedurende de dag. En ik heb nu wel twee keer gehad in de afgelopen twee weken dat ik echt heel erg vervelende maagpijn had. Alsof iemand echt met zijn vinger heel diep in mijn maag duwt. En daardoor ga ik dan ook weer wat oppervlakkiger ademen. En dan wordt eigenlijk mijn hele buik hard. En dat is een heel oncomfortabel gevoel.
Ik denk dat het een combinatie is van als ik wat drukker ben geweest. Eén keer was het bijvoorbeeld na het sporten. Maar ook wat ik heb gegeten. Of ik wat vetter heb gegeten en zo. Of wat meer heb gegeten. Dus dat komt denk ik omdat het allemaal wat krapper begint te worden. Dus dat dan bijvoorbeeld ja, iets van mijn slokdarm tegen mijn maag duwt of andersom. Wel echt oncomfortabel. Vond ik echt niet fijn. Dat kon ik niet negeren, zeg maar. En verder, ja, ik zei concentratie al. Ik ben best vergeetachtig. Ik heb een paar keer dingen vergeten die echt heel suf zijn. Waar ik dan heel erg ook een beetje boos word op mezelf. Maar goed, ik ben er dan gewoon niet helemaal bij met mijn hoofd blijkbaar. Dus geen idee waar dat precies aan ligt. Echt heel onhandig. Maar ik mag eigenlijk gewoon nog steeds niet klagen. Doe ik ook niet. Ik benoem alleen wat er is gebeurd. Maar vooralsnog, ik geniet nog steeds heel erg. En iemand vroeg bijvoorbeeld ook al, ben je er al klaar mee? Nee, absoluut niet. Ik zou het heel raar vinden als de zwangerschap nu al soort van zou stoppen. Het is voor mijn gevoel gewoon nog niet klaar. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk met 6 maanden dat je dan al zou bevallen. Maar nee, ik geniet er heel erg van en ik kijk juist ook wel heel erg uit nog naar de komende maanden. Hoewel ik ook niet kan wachten om haar te zien. Maar zoals ik me nu voel, denk ik echt, oh, zo kan ik echt prima gewoon de 9 maanden volmaken. Maar ja, wie weet, als je me over een maand spreekt, dan zeg ik, nou, ik zou het niet erg vinden als ze 2 weken eerder komt of zo. Dus ja, je hebt er toch ook geen invloed op in die zin. Dus we gaan het wel meemaken. Wat zijn je food cravings op dit moment en zijn die veranderd? Nou, ik merk wel dat mijn behoefte aan zoet en suiker echt wel is toegenomen sinds trimester 2. Trimester 1 was ik juist eerder van hartige dingen en zo. En heel veel dingen zoals pasta en brood. Niet dus iets heel specifieks, maar wel dat ik merkte dat ik daar meer naartoe ging. De koolhydraten en nu echt zoet. Dus bijvoorbeeld ook na mijn lunch, dan heb ik echt zin om een appeltje te eten of een mandarijn of zo. Iets van fruit. Ik heb ook best wel veel zin in af en toe een glaasje sinaasappelsap. En ook in ongezonde zoete dingen. Dus ook af en toe winegums, wat ik normaal niet echt heel lekker vind. Of bijvoorbeeld ijsjes, maar dat is voor mij niet iets nieuws. Ik ben heel blij dat dat terug is, want dat hoort echt bij mij. Ik hou altijd van ijs, dus vooral zoet zou ik zeggen eigenlijk. Ja, deze vraag kwam ook best wel veel voorbij en dat kan ik me ook wel goed voorstellen. En dat is, hoe vind je het dat je lichaam zo verandert tijdens de zwangerschap? En ook nog hoeveel ik tot nu toe ben aangekomen. Nou, ik ben nu dus 27 weken zwanger en toevallig vanochtend nog op de weegschaal. En ik ben op dit moment 6 kilo aangekomen. En volgens mij is dat best wel gemiddeld. Mijn verloskundige vond het in ieder geval prima. Maar ik snap deze vraag wel. Mijn lichaam is behoorlijk veranderd. Ik plaats natuurlijk best wel wat foto's ook op Instagram. En ik denk dat veel van jullie dat ook wel hebben gezien. En los van mijn buik is er ook wel het een en ander veranderd. Ik vind zelf dat het eruit ziet alsof ik meer ben aangekomen. Laat ik het zo zeggen. Maar ik vermoed dat dat er ook mee te maken heeft dat ik minder en anders sport. Dus het krachttraining deel is voor mij heel anders geworden. Dus mijn spierdefinitie ook bij mijn armen en zo is daardoor ook gewoon minder. Terwijl bijvoorbeeld spieren wel weer meer wegen. Dus ik kan me best voorstellen dat misschien ik meer in vet eigenlijk ben aangekomen dan die 6 kilo. Mijn borsten zijn duidelijk voller. Ik heb nog steeds geen grote borsten, maar voor mijn doen, ik ben ongeveer van een hele kleine A, ik denk een AA/A, ben ik naar een flink volle B gegaan. Ik heb zelfs nu mijn zwangerschaps-BH's gekocht in een C. Waarvan ik echt dacht, nee, dat kan niet, want het ziet er nog steeds niet zo uit. En die C die sluit gewoon goed aan. De B zat ook goed, maar die zat al best wel strak. En ik dacht, straks met melkstuwing kan ik beter een C kopen. Dus ja, dat is echt een hele grote verandering die ik heel mooi vind. Want ik heb daar altijd wel best wel naar verlangd. En ik heb dan zoiets van, nou, dan geniet ik er nu maar van als ik een décolleté heb. Dat je tenminste ook iets ziet in plaats van een hele platte hals, zeg maar. Maar ik ben me er ook wel heel erg van bewust dat het echt heel erg goed zo kan zijn. Dat het straks weer compleet teruggaat naar hoe het eerst was. Dat het misschien zelfs een soort lege zakjes zijn. Geen idee. Dat zou me allemaal te wachten kunnen staan. Mijn buik vind ik alleen maar mooi. Ook al is dat voor mij ook een hele grote verandering. Ik heb eigenlijk altijd een heel platte buik gehad. Dus ja, voor mij is überhaupt een buik, laat staan een zwangere buik, best wel nieuw, maar daar geniet ik heel erg van. En dat vind ik zo mooi. En dat staat voor mij zo symbool aan gewoon het nieuwe leven dat ik aan het maken ben in mijn buik. Dat mijn lichaam aan het maken is. En ja, ik kan daar, ik weet gewoon dat ik zwanger ben. Ik kan hier alleen maar mooi naar kijken. Ik kan er niet van walgen of wat dan ook. En ik heb zoiets van, ik weet niet hoe mijn buik eruit ziet na de bevalling. Ik weet niet of het ooit teruggaat naar hoe mijn lichaam eerst was. Ik kan, als ik wil, daar mijn best voor doen.
om dat te proberen. Maar misschien gebeurt er ook wel iets waardoor dat niet lukt. Heb ik overal strié, hou je niet zomaar weg. Heb ik een navelbreuk waardoor daar ja, ook iets te zien is aan mijn huid. Een soort stukje los. Zou best kunnen en dat heb ik er allemaal voor over. Maar dat neemt niet weg dat ik er vast wel aan zou moeten wennen. Want tuurlijk heb ik het liefst ook dat ik geen strié krijg. Dat zou ik eerlijk zeggen. Ik maak me daar voor nu in ieder geval niet druk om. En ik hoop tegen die tijd ook niet, als het zo is, dat ik daar dan gewoon een soort acceptatie in vind of zo. We'll see. Deze vond ik ook echt heel erg leuk. Wat zijn de gekste dingen waar je over in huilen bent uitgebarsten? Lang leven hormonen. Nou, ik heb het idee dat mijn hormonen weer een beetje aan het opvoeren zijn. Ik heb eerlijk gezegd niet de info gelezen, dus ik weet niet of dat klopt nu. Maar ik voel me weer iets hormonaler nu. En in het begin had ik af en toe gewoon zo'n dag dat ik kon huilen om dingen dat ik dacht. Oh mijn god, ik kon mezelf tegelijkertijd uitlachen, maar toch moest ik dan huilen. Dus bijvoorbeeld dan kon ik huilen omdat ik eigenlijk wilde schoonmaken of koken. Maar dan kon ik het gewoon niet opbrengen en dan moest ik huilen omdat ik me zo schuldig voelde tegenover Marco. Ja, dat is natuurlijk heel overdreven om daar om te huilen, zeg maar. Ik kon gewoon balen, maar dan was ik echt ontroostbaar gewoon. En dan had Marco iets van... Boeien, weet je wel. Komt wel weer een andere keer. Ik kon ook huilen omdat ik dan dacht aan de mensen die ik geen kerstkaartje had gestuurd. Die het eigenlijk wel verdienden. Heb ik ook om gehuild. En ik had ook een keer in de auto dat ik me random heel verdrietig voelde. Toen dacht Marco echt, what's going on? Toen bedacht ik me opeens dat mijn vader een logeerkamer in zijn nieuwe huis, waar hij alweer een tijd woont, heeft. En die had hij helemaal leuk ingericht en zo. En toen dacht ik opeens, volgens mij heeft daar nog niemand geslapen. Want ja, ik woon best wel dichtbij mijn vader. Dus ik hoef daar niet te blijven slapen, weet je wel. Ik ga altijd naar huis. En toen voelde ik me daar opeens helemaal ellendig over. En verdrietig en zo. En ja, gewoon buiten proportie emoties, zeg maar. Dat zijn een paar voorbeelden waar ik om in huilen ben uitgebarsten. Ik ben heel benieuwd voor iedereen die zwanger is of zwanger is geweest, of jullie ook een paar van die voorbeelden hebben waarvan je echt denkt, oh, ik durf bijna niet te zeggen. Maar hierom moest ik nou echt huilen. Ik hoor ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld om hele schattige of lieve dingen gaan huilen. Ik had het ook wel met dieren als ik bepaalde verhalen hoorde of zo. Maar daar kan ik even geen voorbeeld meer van noemen. Dan was het niet echt dat ik echt ging huilen, maar wel dat ik gewoon die emotie helemaal tot hier kwam. En dat ik echt dacht, oké, wauw, calm down. Wat is het tofste dat je tot nu toe hebt mogen beleven gedurende de zwangerschap? Moeilijk zeg. Ik vind namelijk dat het echt een soort proces is. Waar je ook heel erg steeds meer naar je kindje toe groeit. En ook samen met Marco natuurlijk. Omdat het, ja, ik weet niet. Het gaat echt een soort van in fases. Maar als ik dan momenten moet noemen die specifiek zijn. Dan zou ik zeggen de echo's en de bewegingen. Want dat is gewoon het moment dat je echt het meest duidelijk merkt dat er gewoon echt leven in je is. En iemand vroeg ook hoe die bewegingen voelen. Ik vind het heel grappig en leuk. Vooral omdat ik nu echt niet alleen een soort plopjes voel. Maar ik voel gewoon echt druk onder mijn hand bijvoorbeeld. Als zij aan het schoppen is. Dan ja, voel je echt iets hards. En dat is heel bijzonder, vind ik. Soms vind ik het onaangenaam voelen. Niet pijnlijk, maar wel onaangenaam. Als ze helemaal... Even ik het kan laten zien. Dit is mijn buik op het moment. Van de voorkant zie je niet zoveel. Van de zijkant zie je een stuk meer. Maar ze zit heel vaak hier met haar voetjes. En hier in de zijkant... Ja, ik denk misschien omdat mijn placenta daar heel dun is. Of meer alleen voor zit. Daar voelt het echt heel erg als een soort van... Alsof iemand heel kleine elastiekjes schiet of zo op mijn buik. En... Een beetje zo'n spiertrekkingje wat niet altijd heel aangenaam is. Terwijl het voor in mijn buik wat meer dof voelt en echt wat oppervlakkiger. Dat vind ik fijner. Maar ik zou haar liever wel willen voelen dan dat ze het dan niet doet. Dus voor nu is het oké. Ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat ik verder zwanger ben, als ze zo hier aan de zijkant blijft zitten, zo hoog, dat mijn ribben het aardig te verduren gaan krijgen op een gegeven moment. Maar goed... Daar zijn we nog niet. Dan komen er nu vooral vragen die heel erg gericht zijn op de bevalling. Ik kreeg daar echt best veel vragen over. Ik heb al eerder gezegd dat ik geen angst heb voor de bevalling. Dat is nog steeds zo. Ik praat daar wat uitgebreider over in de mukbang die ik laatst met Marco heb gefilmd. Dus als je dat... Sorry, dit
hoort er ook bij dat nog steeds dat boeren wat ik vorige keer al zei. Dus als je die nog niet hebt gezien, dan zou ik die even kijken. Maar ik ga in ieder geval een paar andere vragen daarover beantwoorden. Namelijk hoe mijn bevallingsplan eruit ziet. Nou, Marco en ik hebben nog niet een plan op papier staan. We gaan wel een paar dingetjes op papier zetten. Maar we hebben wel met elkaar besproken, ook aan de hand van de informatieavond en hoe dat op ons overkwam, dat we wel onze wens willen uitschrijven in globale lijnen, niet al te specifiek. En dat we verder ook heel erg af willen gaan van hoe het verloopt. Omdat je het gewoon niet weet. En er anders ook wel een soort teleurstelling kan zijn als je heel erg een super gedetailleerd beeld hebt van eerst dit, dan dat. En nou ja, zus en zo. En dan gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is. En daarom wil ik gewoon liever informatie hebben van wat er allemaal kan gebeuren. Dat heb ik dus onder andere door die informatieavond. En wel opties open houden. Zo sta ik er heel erg in. In ieder geval is voor ons duidelijk dat we in het ziekenhuis willen bevallen. Nou, daarom hebben we gelijk een aanvullende verzekering genomen. Zodat dat gewoon mogelijk is in een geboortehuis of in een kraamsuite. En wat betreft pijnstilling ben ik dus best wel open daarin. Ik zeg niet van tevoren dat ik direct iets wil. Maar ik wil het ook niet uitsluiten. En ik weet ook dat, stel ik zou het wel willen, dat er soms gevallen zijn dat het opeens niet meer kan. Omdat je al te ver ontsluiting hebt of wat dan ook. Dus ja, ik denk niet dat het zo'n plan wordt voor ons. Daar komt het eigenlijk op neer. We zijn gewoon bezig met informatie daarover opdoen en een idee vormen van hoe het eruit zou kunnen zien en wat we dan zouden willen. Maar waar we ons ook bewust van zijn dat het anders kan gaan. Verder vroeg iemand, wil je dat er naast Marco nog andere familieleden bij de bevalling aanwezig zijn? Nee, dat wil ik niet. Hoe close ik ook ben met mijn familie, ze mogen letterlijk alle details weten van de bevalling. Ik heb daar echt nul schaamte of gêne. Als ik een weekendje weg ga met mijn moeder en zusje, lopen we ook gewoon naakt door het huis en zo. Dat maakt allemaal echt niet uit. En hoeveel ik ook met ze klets en echt ieder ding bespreek, tijdens de bevalling wil ik gewoon alleen Marco. En dat komt meer omdat ik mezelf ken. En ik kan heel snel door te veel mensen en wensen en verlangens en mensen die het goed bedoelen, maar die dan iets tegen je zeggen of naar je toe komen, kan ik een soort van vol raken of overprikkeld. En ik wil gewoon alleen met Marco rekening houden in mijn communicatie. Ik denk gewoon dat dat voor mezelf echt een stuk rustiger is. En daarnaast heeft trouwens ook niemand verder uitgesproken dat graag te willen. Dus volgens mij verwacht ook niemand om erbij te zijn. Dus ja, wat dat betreft helemaal prima. Verder, ja, artsen, dat vind ik heel anders. Want daar heb je dan niet een relatie mee. Dus iemand vroeg ook bijvoorbeeld, zou jij het oké vinden als een verloskundige in opleiding meekijkt tijdens je bevalling? Ja, dat zou ik zeker oké vinden. Ze mag voor mij ook helpen als die verloskundige die haar begeleid erbij is. Want ja, dat neem ik wel even aan. Maar ja, ik ben daar altijd heel open in. Ook bij huisartsassistenten en zo. En ik heb zoiets van, ja, iedereen moet het leren en zien. En ik neem aan dat dat onder de goede begeleiding gebeurt. Dus daar zou ik echt geen moeite mee hebben. Omdat dat voor mij dan niet mensen zijn waar ik een bepaald gevoel bij heb. En iets mee moet verder of zo. Die zijn er gewoon en die doen hun ding. En die laat ik verder, zeg maar. Ga je de bevalling filmen? Nee, we gaan niet de bevalling filmen. Als in het echt letterlijk de bevalling en het plastische. Ik heb daar ja, niet per se behoefte aan. Hoewel ik zelf soms wel echt video's kijk op YouTube die me heel erg kunnen ontroeren. En vind ik het ook wel heel mooi. Marco vindt het sowieso niet echt wat om te filmen of te delen of zo. Maar wat ik wel een heel mooi idee vind is om wel een video te maken. Een soort geboortevideo. Dus misschien wel wat beelden van dat de weeën op gang komen. Dat ik het idee heb van oké, het gaat nu gebeuren. Als ik nog aanspreekbaar ben. Als ik nog niet zo op mijn bed lig. Ja, ook gewoon echt de eerste pure beelden dat onze dochter net op de wereld is, maar niet daadwerkelijk het moment van bevallen. Ergens vind ik dat ook wel stom of zo, omdat ik dan denk, ja, het wordt allemaal altijd zo geromantiseerd. En voor mij, ik hoef daar echt geen geheim of zo over te hebben, maar ik heb gewoon niet zo'n behoefte om open en bloot en naakt op internet te gaan. En ik weet ook niet of ik voor haar wil dat iedereen dan kan zien hoe zij uit haar moeder is gekomen, zeg maar. Dat weet ik eigenlijk wel zeker dat ik dat niet wil, zeg maar.
En ik snap heus wel dat je dat in een andere hoek kan filmen. Maar het idee is natuurlijk wel hetzelfde. En dat vind ik dan toch een stukje privé, denk ik. Maar wat ik wel wil doen sowieso is een bevallingsverhaal. Op het moment dat ik daaraan toe ben. Want ook daarvoor geldt weer. Je weet niet hoe de bevalling je is bevallen. en hoe lang het nodig heeft voordat je dat verhaal kan en wil delen. Kan ik me zo voorstellen met de wereld. Maar daarin, ja, ik ben altijd open. Dus dan wil ik ook echt wel dingen delen en zeggen over hoe het ging. Of het nou moeilijk was of best wel voorspoedig verliep. Hoeveel pijn het deed, et cetera. Ik zal dan niet een uncensored verhaal vertellen of zo. Alleen die visuele beelden erbij, ja, dat hoeft voor mij gewoon niet. Een vraag die ik ook heel veel kreeg was of ik met verlof ga. Of hoe ik het allemaal ga doen met werk gedurende het derde trimester gaat vorderen. Ja, ik ga wel met zwangerschapsverlof. Dat wil zeggen, ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer. Dus het zit iets anders dan bij een werknemer. Maar ze hebben wel een regeling dat je als vrouw, als zwangere vrouw die zelfstandig werkt, een ZEZ-uitkering kan aanvragen, zwanger en zelfstandig. Dat is geen vetpot, dat is gebaseerd op het minimumloon. Maar dat geeft niet. Het is natuurlijk heel mooi dat ze die voorziening hebben bedacht. Dat hebben ze ook gedaan omdat ze zien uit de ervaring dat zelfstandigen vaak best wel lang doorwerken, moeilijk hun taken los kunnen laten. Dus ik vind het mooi dat het bestaat. Ik had even getwijfeld, zo van ja, kan ik dan niet toch beter gewoon misschien wat langer doorwerken? Want misschien voel ik me ook wel goed. Maar toen dacht ik, nee, je kan dit ook niet meer opnieuw doen of zo. Die weken voordat je baby er is. En die zijn ook heel belangrijk om echt even in jezelf te keren. En ook met Marco. En dan wil ik niet stress hebben om dingen. Dus ik heb hem aangevraagd vanaf 4 weken voor mijn uitgerekende datum. Kon ook 6 weken, maar zoals het er nu naar uitziet leek 4 weken mijn top. En op dat moment ga ik ook geen betaalde samenwerking of campagnes of zo meer doen. Want ik wil dan ook niet stress hebben over deadlines, feedback en weet ik het wat. Wat ik dan ga doen is af en toe nog mijn vlogs uploaden. Gewoon zolang dat gaat. Geen vast uploadschema ook meer hanteren. Ik ga het echt gewoon relaxed houden. Alsof ik het weer gewoon puur als hobby doe. En dat ga ik sowieso doen tot en met eind juni. Want ik ben half mei uitgerekend. Dus dat zal ongeveer 2 maanden lang zeker het geval zijn. Hoe het in juli zit, weet ik niet precies. Mijn verlof loopt nog wel ergens tot eind juli of zo. Ik denk dat ik dan wel weer wat dingetjes ga oppakken. Misschien juist eerst wat meer de concepten uitwerken en zo. Zodat ik dan lekker vol aan de slag kan gaan daarna. En ik denk dat heel veel van jullie er niet eens wat van merken. Want het zal ook best wel zo voorkomen dat ik bijvoorbeeld met een bedrijf een preview al begin april heb aangeleverd. En dan komt het wel in mei online. Omdat dat gewoon zo is afgesproken. Maar dat betekent niet dat ik dan dus echt weer aan het werk ben met bedrijven. Dus dat is een beetje hoe ik dat voor me zie. Marco is ook zelfstandige en voor vaders bestaat zoiets niet. Dus hij moet het gewoon zelf regelen. En hij gaat in ieder geval 1 week helemaal vrij nemen. En de 2e week gaat hij waarschijnlijk misschien alleen bijvoorbeeld wat uurtjes in de ochtend werken. Het is voor hem gewoon best wel lastig, omdat hij werkt met patiënten. En hij kan dus nu wel van tevoren zijn agenda leegmaken. Maar als ik 1 week eerder of later beval, dan is dat juist, dan snijdt hij in zijn eigen vingers. Want dan heeft hij en de week die hij plots moet, de onverwachte week, moet hij ook iedereen afbellen. En heeft hij ook nog eens die week die hij van tevoren geregeld heeft, ja, leeg. Dus hij kan eigenlijk pas last minute gewoon handelen. Dan gaat hij dus voor die week iedereen afbellen. Maar hij is in principe de enige oefentherapeut in zijn praktijk. En als je dan geen waarnemer hebt, dan kun je ook tijdens een behandeling patiënten niet opeens 3 weken niet zien. Maar hij is zo heen en weer. Dus ja, hij kan dat dan gewoon prima zo opbouwen. En dat vindt zijn baas, hij heeft dus niet echt een baas, maar zijn opdrachtgever vindt dat helemaal prima. Daar heeft hij dat ook al mee besproken, dus die weet dat die periode er hoe dan ook aan gaat komen. Maar hij kan dus niet zo makkelijk zeggen van, goh, ik heb gewoon echt een maand helemaal niks of zo. Dat is gewoon niet echt een optie. Dus gaan zien hoe dat verder gaat werken. En dan de allerlaatste vraag, wat de reden is dat ik borstvoeding wil geven. Ik vertelde dat al even in de vorige video, dat ik van plan ben om borstvoeding te geven. Als het lukt, zeg ik er ook weer bij. Want ook hiervan denk ik weer, het is een plan. Heel veel mensen zeggen, ja, het lukt altijd als je maar doorzet. Nou, volgens mij is dat niet altijd zo. Want soms is je melkproductie gewoon moeizaam, te kort of wat dan ook. En voor mij, kijk, ik snap wat mensen daarmee bedoelen. Als je echt maar door en door en door zet, dan lukt het vast. Maar voor mij staat wel voorop dat op het moment dat ik ook daarin weer heel oververmoeid ben, of me heel onzeker voel, of gewoon het heel pijnlijk is,
als ik op dat moment het niet kan opbrengen om het langer te proberen, dan zal ik ook niet weken gaan wachten om op flesvoeding over te gaan. Voor mij is namelijk de reden dat ik borstvoeding vooral wil geven, dat ik het gewoon een heel fijn gevoel vind om een kindje vast te kunnen houden en letterlijk aan de borst te kunnen voeden. Dat lijkt me gewoon een heel knus en warm gevoel. En tuurlijk is het ook zo qua voedingsstoffen dat daar ja, wel bepaalde voordelen aan zitten. Maar ik ben er zelf van overtuigd in ieder geval dat met flesvoeding kinderen ook echt super goed kunnen groeien en groot worden. En nou ja, dat is dan heel stom om een heel specifiek voorbeeld te noemen. Want ik snap dat dat op gemiddeld dus anders misschien is. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld geen borstvoeding gekregen van mijn moeder. En ik heb echt nul allergieën in mijn hele leven gehad. Ik heb een heel goede weerstand altijd. Ja, ik ben prima gegroeid met flesvoeding. En nu zijn we ook weer 30 jaar verder. Dus ik kan me zo voorstellen dat het allemaal heel goed is. Soms denk ik zelfs wel eens, bij borstvoeding is het natuurlijk ook veel meer hoe je zelf als moeder eet. Dus daar moet je heel erg op letten, op blijven letten dan. Qua voedingsstoffen die je doorgeeft aan je kindje. Zou ik er echt absoluut voor over hebben om gezond te eten. Dat zou juist een hele goede motivatie ook zijn. Dat je kindje ja, allerlei slechts binnenkrijgt. Maar bij flesvoeding is dat natuurlijk echt precies afgemeten. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat weer heel erg handig en goed en positief daaraan is. Dat het gewoon minder afhankelijk is van hoe fit jij zelf bent, zeg maar. Ja, dat is hoe ik erin sta ook. Dit is weer een onderwerp waar volgens mij altijd nou ja, mensen best wel fel over kunnen zijn. Ik heb dat zelf gewoon niet. Dus ik ga borstvoeding zeker proberen omdat ik het gewoon echt een super mooi en fijn idee vind. En ik hoop gewoon dat het allemaal lukt. En zo niet, dan zal ik ook niet huilen om flesvoeding te gaan geven. Zeker niet. Oh, dit is echt zo lang geworden. Wat ik nu nog ga doen is een buikupdate. Hoort toch een beetje bij deze video's. Vind ik leuk. Dit is op het moment hoe mijn buik eruit ziet. Met 27 weken zwanger. Mijn baarmoeder ongeveer tot hier nu. Dus echt wel een stuk boven mijn navel. Maar nog niet tot mijn ribben. En ik heb best wel een puntige buik. Dus vaak wijst het best wel naar voren. En mijn navel die begint duidelijk zichtbaar te worden. Dat zie je ook door mijn shirtje heen. Dan lijkt het net alsof ik gewoon weer een navelpiercing in heb eigenlijk. En dit was echt een mega lange video. Maar ik vond het super gezellig om dit te filmen. Terwijl ik gewoon tegen mezelf praat. Maar ik heb natuurlijk jullie vragen. Dus het voelt wel als een soort interactie. En ik vind het ook fijn om te merken dat ik er nog best wel relaxed in sta met mijn mindset. Soms heel fijn om je gedachten uit te spreken en het even allemaal op een rijtje te hebben ofzo. Zoals het nu gaat, gaat het in ieder geval heel goed. Ik hoop dat ik, als ik vlak voor mijn verlof nog zo'n video film, dat ik nog steeds kan zeggen dat het zo goed gaat. Ben ook benieuwd naar de veranderingen die er dan zijn en zo. Dus mocht je daar ook benieuwd naar zijn, vergeet je vooral niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je graag in mijn volgende video. Doei doei!